Ik ben Jan Sanders, ik ben archivaris bij het BHJC, dat wil zeggen Rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant. Ik beheer de Rijksarchieven in de provincie, zoals rechtbanken, gevangenissen, Rijkswaterstaat. Daarnaast archieven van de provincie zelf, dus archieven van de gedeputeerde staten, provinciale staten en dergelijke organen. En archieven van gemeenten, een aantal gemeenten. Het aantal slinkt wel, maar het werkgebied Noordoost-Brabant blijft wel hetzelfde. En twee waterschappen, de A en Maas en de Dommel. Archivaris, het klinkt in ieder geval als een hele bijzondere job. Betekent dat je veel in archieven neust en in de boeken zit? Ik eigenlijk niet. Nee. Onze taak is met name te faciliteren. We moeten ervoor zorgen dat onderzoekers op een goede manier bij hun spullen kunnen komen. Die moeten hun materiaal kunnen krijgen. En dat is vanaf het middeleeuwse materiaal tot en met het hele recente materiaal. Graven viel wel op in dat landse kijk met zijn typigheden van stad, oude stadsbebouwing. De gezondheidszorg, de hygiëne, de waterleiding, de pomp, maar dat zal ik straks extra benoemen. Ik vind het wel heel speciaal, dat heb ik gisteravond ook ervaren toen ik, het was ook aangekondigd, het Nieuwsuur zat te kijken. En Jan zijn verhaal zou doen, wat heel goed overkwam, waar ook nog het Boerhavenmuseum genoemd werd in relatie tot een tentoonstelling die gaat over epidemieën en pandemieën. Waar de graven toch een enorme promotie kreeg. Maar niet alleen graven, maar ook gewoon het archief. Want eigenlijk werd daar met Nieuwsuur ongenoemd dat graven een archief heeft wat gewoon uniek is. Het archief is heel bijzonder. Het is heel lang in particuliere handen geweest en nog steeds. En dat vinden wij ook prima. Het is heel fijn dat er een stichting is die zich daarover ontfermt. Het is een archief dat al vroeg begint, 1291, Jan van Kuik. Die is degene die het gasthuis sticht. En het mooie van dit archief is dat het heel lang doorloopt. Het zijn dus hele lange reeksen met rekeningen die je kunt vergelijken. En waarin je, waaruit je gegevens kunt halen over langere perioden. Bijvoorbeeld de prijs van vlees of de muntontwaarding. Kortom, een heel breed scala aan onderwerpen zijn denkbaar. En dan moet je ook niet vergeten dat Graven een garnizoensstad was, een vestingstad. Dus er kwam heel veel vreemd volk hier. Volk dat even hier was, vaak ingekwartierd werd bij de burgers, die dat soms prettig vonden en soms wat minder prettig vonden. Die bij de overheid achter de centen aan moesten, want er stonden wel vergoedingen tegenover. Maar de overheid was, laat ik dat ook maar gebruiken, niet altijd even snel met betalen. Al dat soort gegevens is in het archief van het Catharina Gasthuis te vinden. Dus we zijn ontzettend blij dat dit archief goed beheerd wordt en de tand destijds prima doorstaan heeft. Eigenlijk is het uniek. Naast de klotshuizen in van Sertogenbosch neemt het een heel belangrijke plaats in de archieven van Brabant. Eigenlijk is het uniek in die zin dat het een mooi samenhangend geheel is. En in het spectrum van de zorg zijn er verschillende categorieën waarin het gasthuis in Graven werkzaam is geweest. Met de gegevens die tot archiefonderzoek beschikbaar kwamen, kon ik een reconstructie maken van de ontwikkeling van het vermogen van de arme instellingen en ook vaststellen hoe de waarde van dit vermogen onder druk kwam te staan door muntverzwakkingen die bijna onophoudelijk plaatsvonden vanaf het einde van de 13e eeuw tot in de tweede helft van de 15e eeuw. Door de uitgebreide formalisering van aankomsttitels door de schepenbanken werd zichtbaar hoe vanaf het begin van de 14e eeuw door fixaties van aantallen gangbare zilvermunt of paillement in de oude grote noord van 1266 waar de vermindering van een deel van het vermogen voorkomen werd. Het is een hele bijzondere geschiedenis. Heel interessant en ook afgewisseld. Kunnen we er veel van leren, nu het ook beschikbaar is gekomen? Nou, ik denk wat Jans Sanders juist verteld heeft, in het Nieuwsuur gisteren ook, dat je parallellen kunt trekken tussen een pandemie. Ja, als je weet, alleen al in de middeleeuwen, dat de pest. En nu ook alweer corona. Ja? En je gaat dan terug in het gasthuisarchief, vind je daar heel erg duidelijke parallellen. Ook in hoe de mensen daar eigenlijk verpleegd werden. Als door allerhande omstandigheden de gebouwen van het oude gasthuis bijna niet meer goed functioneren en er een verandering komt in de tiende heffing, belasting, dan kan er eindelijk weer eens een keer een gebouw gezet worden in de Brugstraat. Ja? En dan trekken wij de Franciscanessen aan van de Haagdijk uit Breda
om extra zorg te geven, ook wat in min of meer professionele zorg. Later worden die opgevolgd door de zusters van Bal Breitbach in Duitsland. En als je weet, ik weet niet of jij die, of je dat boekje ooit gelezen hebt, 700 jaar zorg en liefde, daar heeft Willem Schipper Hein in een gedeelte daarvan, ja, in 1990, als dan Maastricht, dus als het 20 jaar bestaat, een heel erg mooi overzicht over de geschiedenis van het Graafse ziekenhuisje. Heel interessant wat daar zo'n beetje gebeurde. Zuster Fieke was daarbij betrokken, Linskes, een arts. Ik ben daarna geopereerd. Ja, dat wil zeggen, de gemantelden werden daar geknipt. In de Brugstraat? In de Brugstraat. Vastgebonden handen aan de leuningen van de stoel. Zuster Eugenia, de dokter assisteerde mij en het was zo geknipt, hè? IJsje na, gelukkig hoop ik. Nee. Ik weet nog dat ik met een prop, toiletpapier, achterop, de fiets van mijn vader naar huis ging. Ja. Nou, en het enige leuke daaraan was dat ik dien dat school hoefde. Ja. En veel zwaar kreeg. En vanaf vandaag ontsloten voor iedereen die maar informatie zou willen inzien? Ja, vanaf vandaag is het beschikbaar via de website van het Brabants Historisch Informatiecentrum. Dat betekent dat iedereen er vanuit alle plekken op iedere tijd van de dag bij kan. En dat vinden wij bijzonder groot goed, want wij zijn per slotvereniging archivaris om het materiaal beschikbaar te stellen en er onderzoek in te kunnen laten uitvoeren. Dan is het voor iedereen toegankelijk. Want ik zie niet elke keer hier mensen naar het Catharinahof komen. Mag ik bij jullie in het archief, mensen die een scriptje schrijven, willen promoveren. Hè? Zo kan, is het van Vladivostok tot Vuurland, tot Alaska. Overal is het met een paar klikjes via het BHC te bereiken dan. Dus nu digitaal, ja. En het wordt zo direct wordt het officieel geopend en toegankelijk. Ik wil je feliciteren met het resultaat en heel veel succes wensen met de verdere archivering van dit archief. Dankjewel, Peter. Dankjewel.